Welkom bij deze video van Alles Over Crypto over Radix. Het is de werelds eerste blockchain die tot wel 1 miljoen transacties per seconde kan verwerken. Na het bekijken van deze video weet jij precies wat Radix is, hoe het werkt en waar deze blockchain allemaal voor gebruikt kan worden. Radix is een blockchain die zich focust op het decentraliseren van financiële diensten en producten, ook wel DeFi genoemd. En het wil eigenlijk de pijnpunten van huidige centrale systemen en van huidige blockchains oplossen. Binnen Radix draaien dan ook verschillende DeFi-applicaties, zoals we hier kunnen zien. Stablecoins, leningen, DEXen, money markets, wallets, yield farming, options en derivatives, gaming, portfolio management, DeFi insurance, NFT's. Het kan dus allemaal binnen Radix. En ook nog eens razendsnel, tot wel 1 miljoen transacties per seconde. En dat Radix zo snel is, komt door het consensusmechanisme dat ze hebben ontwikkeld, genaamd Seberis. Het maakt Radix lineair schaalbaar en het kan opschalen tot duizenden nodes en miljarden gebruikers. Transacties die kunnen ontzettend snel en goedkoop gemaakt worden en liggen voor eeuwig vast op de blockchain. Maar ook maakt Radix gebruik van de Radix Engine. Radix Engine is een omgeving voor ontwikkelaars die de implementatie van de public ledger ontzettend makkelijk maakt, door middel van een secure by design omgeving. En die Radix Engine maakt ontzettend grote liquiditeit mogelijk. Iedereen kan namelijk van die Radix Engine gebruik maken, ook omdat er een API-koppeling mee mogelijk is. Dat betekent dat je dus altijd jouw applicatie aan de Radix Engine kunt koppelen. Even naar het team van Radix. Zoals we kunnen zien is Dan Huge de oprichter van Radix. En hij heeft ook meegebouwd aan het eerste mobiele platform van T-Mobile. En Piers Richard is de CEO van Radix. En hij kwam bij Radix nadat hij het vorige bedrijf DLT heeft verlaten. Dan hebben we Sophie Duncan, die is de COO van Radix. Russell Harvey is de CTO. Matthew Hine is de CPO. En Adam Simons is de CSO en heeft ook heel veel ervaring met marketing. Hij heeft ook bijvoorbeeld meegebouwd aan een videoplatform dat 35 miljoen actieve gebruikers per maand had. In oktober 2020 werd de ICO van Radix gehouden. Er werden toen 642 miljoen tokens verkocht en je kon deze kopen voor een minimale investering van $5000. En tijdens die ICO is er $13 miljoen opgehaald. Sinds dat moment is het steeds makkelijker geworden om Radix op andere exchanges te kopen en is de prijs ook meerdere malen omhoog gegaan en weer omlaag gegaan. Wil je na het bekijken van deze video nog meer weten over Radix of Seberis? Dan raad ik je aan om het volledige artikel over deze twee onderwerpen op allesovercrypto.nl te lezen. Je vindt de link naar de artikelen in de beschrijving van deze video. En heb je nog vragen over Radix of heb jij hier al in geïnvesteerd? Dan hoor ik het graag in een reactie onder de video. Voor nu bedankt voor het kijken en ik hoop je volgende keer weer hier te zien.